Dit is een plek om lief te hebben. Een plek en een groep om lief te hebben. Oh, wat wil je nog meer? Wat kijken we uit, hè, naar de groep? Ja, enorm. Het is inmiddels heel lang geleden dat mensen bij ons thuis zijn geweest. Dat was in de Ardèche. Nu zijn we hier in de Dordogne. En het gaat weer gebeuren. Eind komende week komen de mensen hier aan voor hun opleidingsweek. En in die week, en dat is het bijzondere, even tussendoor, dit is Peter Jan en ik ben Lou Knippels. We hebben meer dan 40 jaar gewerkt met individuen en groepen en meer dan 30 jaar een opleiding verzorgd. Dus ik denk dat we wel weten waarover we het hebben. Maar nou het bijzondere, en dat is inderdaad de grote uitdaging, Peter Jan, het bijzondere van komende week is, we gaan 3 hele belangrijke elementen gaan we de mensen leren. Allereerst leren we ze een counselingsgesprek. Een counselingsgesprek wat verder gaat. Waarbij je leert verdergaande vragen te stellen. Waarbij je leert naar de kern te gaan. Dat is het eerste. Ten tweede leren we werken met het onbewuste. En dat doen we via tekeninganalyse. En als kers op de taart gaan we werken met een behandelplan. Hoe werk je strategisch met cliënten? Nou, en dat op deze plek. Dit is een plek om lief te hebben. Een plek en een groep om lief te hebben. Ik geloof dat ik al een beetje door het dolle heen ben. Terwijl ik nog een week moet wachten. We hebben al hard gewerkt. Alles schoongemaakt. En dankzij Mossen, die daar heel kritisch in is, is werkelijk alles van zijn plek geweest. En alles is grondig geschropt en geboend. Want de winter laat natuurlijk ook in een huis waarmee je verwarmd met houtkachels, laat het nodige stof achter. Maar dat is allemaal weg, omdat we uitkijken naar jullie. Jullie zijn dan ook van harte welkom komende week. En we zullen elke dag even een update geven waar we staan en waar we mee bezig zijn. Het grappige is, jullie horen het niet, maar ik hoor heel zacht op de achtergrond de kippetjes. Ja, ook die zijn zich aan het voorbereiden, want ze weten dat ze elke dag minimaal 4 eieren moeten leggen. Lieve mensen, we kijken er naar uit. Dit is een plek om lief te hebben. Een plek en een groep om lief te hebben. Oh, wat wil je nog meer?